Geachte aanwezigen, dank u wel allemaal om naar onze eerste lezingreeks te komen. Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Week hebben we twee top-experten binnen het Leuven Brain Institute uitgenodigd om een lezing te geven. Onze spreker vandaag is niemand minder dan professor Bart de Strooper, wereldautoriteit in het fundamenteel onderzoek naar Alzheimer en dementie. Hij is professor aan KU Leuven en directeur van het gerenommeerde UK Dementia Research Institute in Londen. Als moleculair bioloog zorgde hij voor enkele grote doorbraken in het Alzheimeronderzoek en won daarbij ook onder meer de Brain Prize, zo'n beetje de Nobelprijs voor de hersenwetenschappen. Ik geef dan nu graag het woord aan professor Bart de Strooper. Dank u wel, Anne. En bedankt om hier te komen luisteren op een late namiddag om te horen wat we over de ziekte van Alzheimer te vertellen hebben. Ik heb hier een beetje cijfers om het belang van Alzheimer en dementie te illustreren. Dit is een cijfer dat ik in Engeland ook gebruik en die u aantoont hoe het aantal patiënten gaat toenemen over de volgende 30, 40 jaar. In Engeland spreken we van een verdubbeling, omdat dat al een tamelijk verouderde maatschappij is. Maar dus wereldwijd verwachten we een verdriedubbeling van het aantal patiënten. Is dat veel? Wel, dat hangt er natuurlijk vanaf. Als je over een zeldzame ziekte spreekt, dan is dat veel, maar is dat eigenlijk niet zo zorgwekkend. Maar hier spreken we over ziekte, waar dat er eigenlijk meer patiënten zijn dan patiënten met kanker. En dus we verwachten, op dit ogenblik zijn er al meer patiënten met een of andere vorm van dementie. En we verwachten dus een verdriedubbeling. Dus dat wil zeggen dat we dus binnen een aantal jaren met meer dan 3 keer zoveel patiënten met dementie gaan zitten als mensen met kanker. Dus een van de belangrijkste dingen dat ik wil benadrukken hier is dat er een groot verschil is tussen dementie en de ziekte van Alzheimer. Dementie is het symptoom dat we allemaal kennen. Het is een reeks van symptomen. Cognitieve achteruitgang, mensen die hun kennissen, hun vrienden, hun familieleden niet meer herkennen, die eigenlijk niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Maar dit is dus het eindstadium van een ziekte. En ik denk dat we een grote vergissing begaan hebben een jaar of 40, 50 geleden in ons veld met te zeggen dat alle dementie eigenlijk gelijk is aan Alzheimer. En dat is eigenlijk dat je zou zeggen bij kanker, ik ga veel keren de analogie met kanker maken, dus zoals ze zeggen bij kanker, we zijn eigenlijk een ziekte aan het bestuderen op het eindstadium, waar dat de persoon vol met metastase zit, niet meer uit het bed geraakt, aan het wegkwijnen is. Dat is kanker en we gaan dat behandelen. En dus bij Alzheimer zeggen we dus, Alzheimer is in feite dat laatste stadium waarbij dat je dus die dementie hebt en dat gaan we proberen te behandelen. En dus wordt dikwijls gezegd dat er veel trials mislukken, maar dat is precies omdat we dat stadium proberen te behandelen dat volgens mij onbehandelbaar is. Het tweede probleem met dementie is dat het niet altijd Alzheimer is. Dus er zijn veel andere ziekten die ook dementie veroorzaken. En ik heb er hier een paar opgenoemd. De details zijn hier niet belangrijk, maar bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. Als je aan een vereniging van Parkinson met patiënten zegt van jullie behoren tot hetzelfde probleem als de ziekte van Alzheimer, dan gaan zij zeggen dat dat niet waar is, dat zij een motorisch probleem hebben. Nu, voor mij, of ALS, een andere, amyotrofe lateraal sclerose, de mensen die dan in progressieve verlamming krijgen van de onderste ledemaat, die dan opstijgt, die zijn ook niet akkoord om onder dezelfde noemer te vallen, maar eigenlijk zijn dat allemaal ziekten die hetzelfde fundamentele probleem hebben, namelijk het afsterven van hersencellen. En dus in het geval van ALS zijn dat de motoneuronen, dus de neuronen die je spieren regelen. In het geval van Parkinson zijn dat de dopaminerge neuronen, die ook een belangrijke rol hebben in uw beweging. En dan bij Alzheimer zijn het een aantal gebieden in de hersenen, zoals hippocampus, frontotemporale cortex, die belangrijk zijn voor uw cognitie, voor uw dagelijks denken en functioneren. Maar al die ziektes verspreiden zich over de ziekte. En bij ALS sterf je voordat de hersenen bereikt zijn. En dus gaat je dat niet associëren met dementie. Maar dezelfde genen die ALS veroorzaken, veroorzaken ook frontotemporale dementie. En dus de mechanismen daar zijn allemaal hetzelfde. Dus een van mijn grote boodschappen is dat we zouden als groep, als ziektegroep van neurodegeneratieve aandoeningen, allemaal aan hetzelfde zee zouden moeten trekken en dat we veel meer zouden moeten opkomen, zoals kanker als een groot probleem wordt gezien. Neurodegeneratieve aandoeningen zijn een groot probleem. Het omgekeerde is ook zo, dat niet
dat Alzheimer zich niet altijd uiteindelijk manifesteert als dementie. En hier zie je een voorbeeld van een hersenscan van een persoon die in een controle zat, in een controle, bij, controle was bij een groep van patiënten die gevolgd werd met mutaties die ziekte van Alzheimer veroorzaken. En dus de partner had die mutatie en dus werd regelmatig gescand om te zien wat het effect was op de hersenen. En dus je zag daar de corticale atrofie. Maar dus de man die geen mutatie had, die was bij de oogarts geweest met klachten voor zien, voor visuele klachten. En dus wordt aan het oog niks miszien, dus geen enkel probleem. Maar de hersenen van die persoon werden ook gescand als controle, dus samen met die van de echtgenoot. En dan bleek op de langere duur dat er een serieuze atrofie hier, je ziet dat hier, dat is hier het hersengebied, noemt posteriore corticale atrofie, maar dat is dus het hersengebied dat aan het afsterven was bij deze persoon en dat komt tussen in het verwerken van visuele informatie. En dus de hippocampi hier zijn in dit geval volledig normaal, of toch grotendeels normaal. Dus het is Alzheimer, want als die patiënt is dan gestorven, dan zijn die hersenen onderzocht geweest en die hebben dezelfde letsels, en ik zal daar straks meer over hebben, dezelfde letsels als bij de ziekte van Alzheimer. Dus mijn standpunt is dat we moeten Alzheimer als een ziekte beschouwen, niet als een dementie, maar als een ziekte die gecharakteriseerd wordt door bepaalde letsels in uw hersenen. En dat we, als we een behandeling voor de ziekte van Alzheimer willen vinden, dat we die letsels moeten behandelen. En dat we, als we een behandeling voor dementie willen vinden, dat we waarschijnlijk iets wensen dat niet mogelijk is, want er zal geen therapie bestaan die alle dementie gaat tegenhouden. Het zijn allemaal verschillende ziekten, het zijn verschillende oorzaken en het is een heel laat stadium. Goed, een tweede punt dat ik wil maken is dat, en je hoorde mij daar al afkomen in het begin van mijn presentatie, maar dus wij moeten dringend kijken wat dat de succesvolle stories zijn en ik denk dat het kankeronderzoek een zeer succesvolle story is. En dat we ons moeten vergelijken met dat veld, wat gebeurt er daar, om geneesmiddelen te vinden. En dus hier zie je een grafiekje dat het aantal onderzoekers toont. Voor iedere onderzoeker in het kankergebied hebben we één onderzoeker. Voor iedere vier onderzoekers in het kankergebied hebben we één onderzoeker in dementie. En dat is het cijfer vanuit Engeland. Dit is meer spectaculair en ik ga daar straks nog iets van tonen. Maar dus als je naar de database gaat van kennis over een bepaalde ziekte, en dat is PubMed, doet er niet toe voor de, maar voor de specialisten hier, PubMed Library, daar zitten alle artikels in die over een bepaald onderwerp verschenen zijn, van alle wetenschappen. En dus dan, je kan daar opzoek in gaan doen. Ik heb eens gekeken hoeveel artikels er eigenlijk over kanker verschenen zijn. Dat is 4,5 miljoen artikels over de laatste 50 jaar. Dus dat is een enorme kennis, een enorme databank en die je kan raadplegen. Voor dementie of voor Alzheimer of voor Parkinson krijg je maximum 250.000 publicaties terug. Dus we zitten ongeveer met 18 keer minder kennis over dat gebied. En dus daar moeten we iets aan doen. En dan, de gevolgen zijn logisch, er zijn veel minder klinische trials in dit gebied dan bij kanker. En er zijn ook veel minder medicaties. Op dit ogenblik zijn er 6 medicaties voor dementie en Alzheimer goedgekeurd. En zijn er meer dan 200 voor kanker. En dus ik denk dat de prioriteit voor dit veld, en dat is ook waarom dat ik mee geholpen heb om dat Dementia Research Institute in het Verenigd Koninkrijk op te richten, er is meer dan dringend noodzaak aan meer onderzoek in dit gebied. En dus, waarom is basisonderzoek hier belangrijk? Als je gaat andere mensen dan mij horen over de onderinvestering in dit gebied, dan zullen we vooral horen over het feit dat er meer klinische trials moeten gebeuren, dat er meer geld naar translatie moet gaan, enzovoort, dat we dat beter moeten organiseren. Mijn standpunt is dat er veel meer hier in dat eerste tandwiel moet geïnvesteerd worden, want al de rest is een gevolg daarvan. En dus je mag zoveel klinische trials doen als je wil, als je maar 1 of 2 targets hebt, 1 of 2 geneesmiddeldoelwitten, dan zie ik niet in waarom dat we nog veel meer trials moeten gaan doen. We moeten dus veel meer doelwitten identificeren, we moeten veel beter begrijpen wat de ziekte van Alzheimer is, en dan zal al de rest wel volgen. En dus, oké. Dus nu, wat is de ziekte van Alzheimer? Wel, eigenlijk bestaat de ziekte van Alzheimer en dementie bestaat sinds mensenheugenis. Daar zijn zeker tekens van dat de Romeinen ook wisten dat oudere mensen dement konden worden.
ga daar nu niet op ingaan. Maar dus eigenlijk de moderne, het moderne onderzoek, het is eigenlijk al niet meer zo modern, want het startte in 1906, dus een 120 jaar geleden, met Alois Alzheimer en Fischer hier, Oscar Fischer. Oscar Fischer is veel minder bekend. Dus Alois Alzheimer had het geluk dat hij als onderzoeker in een groot instituut in München zijn onderzoek aan het doen was en dat zijn baas een boek geschreven had. En natuurlijk maakte hij propaganda voor het onderzoek in zijn instituut. En hij zegt, die ziekte van Alois Alzheimer. Maar dus op hetzelfde moment heeft Oscar Fischer in Tsjechoslowakije, in Praag, dezelfde bevinding gedaan, dezelfde publicatie gehad. En eigenlijk zou het moeten zijn, de ziekte van Alzheimer en Fischer. Maar Fischer is dan verdwenen in de geschiedenis. En het is eigenlijk maar een paar jaar geleden dat een van onze collega's die papers terug heeft opgezocht en hem het krediet gegeven. Oscar Fischer is eigenlijk gestorven in een kamp van de nazi's. Niet door marteling en zo aan een hartaanval, maar dus eigenlijk verloren gegaan in de geschiedenis. Maar anyhow. Dus wat die mannen deden, was in de microscoop kijken en die zagen voor de eerste keer de letsels die de ziekte van Alzheimer definiëren. Dit is een tekening van hoe dat ze toen publiceerden. Ik ga niet in de details gaan, maar dus die twee hebben eigenlijk de ziekte gedefinieerd als een opstapeling van eiwitten in de hersenen. En dat is nog altijd de definitie van deze ziekte. En hier zie je dan de foto's van die letsels, zoals ze nu worden genomen. En die letsels zijn amyloïde plakken. En ik neem aan dat voor een aantal van jullie het absoluut niet duidelijk is of dat erg is. Maar dus normaal hersenweefsel ziet eruit zoals hier, deze area. En dus je ziet onmiddellijk dat hier een ongezonde situatie is. En dan met een andere kleuring kan je dan die andere kluwes bekijken. Die zijn hier. En dat zou er ook niet moeten zijn. Dat zou dus moeten volledig wit zijn, de achtergrond. Dit zijn zilverkleuringen. En hier zie je hersencellen die taalpathologie opstapelen. En dan het volgende teken van de ziekte is in feite dat de hersencellen afsterven. En hoe minder dat je van iets weet, hoe geleerdere woorden dat je moet gebruiken om te laten weten dat je toch iets weet. Dus ze sterven hier af en ze noemen dat zijn hier hersencellen die aan het sterven zijn. En ze noemen dat, de pathologen noemen dat, granulovaculaire degeneratie. Maar dat is basically, het is sterfte. Dus wat is de oorzaak van de ziekte van Alzheimer? Want we beschrijven hier de letsels, zoals je ze ziet wanneer dat iemand gestorven is en in de microscoop gaat gaan kijken. Maar ja, dat is eigenlijk het eindstadium van een ziekte. Zoals ik al zei, dat is te laat om te behandelen. We moeten heel vroeg beginnen behandelen. En dus meestal wordt er nogal pessimistisch gesproken over dit veld, maar er is een enorme vooruitgang geweest over de laatste 20 jaar. En ik probeer eerder dat aspect te benadrukken, want met het relatief weinige middelen is er een enorme inzicht in de vraag waarom krijgt iemand dementie. Ik heb daar juist al gezegd, het zijn verschillende ziekten. Dus we weten beter en beter waarom die verschillende ziekten ontstaan. En dus veel studies benadrukken het belang van de omgeving. Hè. Mensen willen graag iets doen aan hun leven, levensmanier van leven, om een dieet of sport of oefeningen doen. En dus veel studies benadrukken dat aspect. Maar eigenlijk komen al die studies, zelfs als ze komen van de epidemiologische kant, komt tot de conclusie dat er ongeveer 65% van het risico eigenlijk niet door omgevingsfactoren bepaald wordt. En ik kom direct daarna terug, want dat is vooral genetisch. En er is ongeveer 35% waarvan men zegt dat het zou beïnvloedbaar zijn, potentieel aanpasbaar zou zijn. En dus een van de eerste zaken die altijd opkomt is lage opleiding en reserve. Hersenreserve. Ik heb daar serieuze twijfel bij. Het zijn typische studies waar dat er correlaties worden gemaakt. Correlatie is geen kausaal verband. En dus wat er in die studies wordt aangetoond, is dat er meer mensen gediagnosticeerd worden met dementie, met Alzheimer. Dat er vroeger en meer mensen met die diagnose worden gevonden die een lagere opleiding gehad hebben. Maar ik zeg, het is de manier waarop je dat meet, dat je eigenlijk dat de diagnose bepaalt. Dus mensen die hogere studies hebben gedaan, die 20 jaar van hun leven geleerd hebben om examens op te lossen en schriftelijke vragen te beantwoorden en moeilijke vragen te beantwoorden en als ze het antwoord niet goed weten, het te ontwijken en een half antwoord te geven, maar dat ze toch nog een punt scoren. Die mensen gaan natuurlijk in een test veel minder rap positief worden gevonden dan iemand anders. Of ik ga het op een andere manier uitleggen. Als je dus een test hebt die zegt van op dat niveau gaan we de diagnose van Alzheimer geven.
Maar als je nu, er is niks meer verschillend dan de individuele, het individuele verstand van de mensen. En dus als je op een curve zit van die vrij hoog gaat, en dan op een curve die vrij laag zit, en je doet een test die vooral zo het gemiddelde meet. Iemand die op die curve zit, die vrij laag is, het is zoals bij pasgeborenen. Hè. Dus daar weet iedereen dat je het gewicht volgt om te zien of een kindje op de goede curve zit. Dus als je geboren wordt en je zit in de P95, dus bij de 5% zwaarste baby's, en je blijft op die curve zitten tot je 2 jaar, dan zegt iedereen, ja, dat is normaal. En als je bij de 5% laagste gewichten zit, en je blijft op die curve zitten tot op 2 jaar, dan zegt iedereen, er is geen enkel probleem. Maar als je met P95 naar P80 gaat, dus als je zakt op je curve, dan zijn de dokters ongerust en gaan ze een behandeling instellen. Wel, bij die cognitieve testen, bij die testen die we bij Alzheimer en bij andere testen doen, zouden we eigenlijk ook moeten beginnen meten op 40 en 50 jaar. En dan zien hoe dat die cognitie voor die individuele persoon verandert. En dan, als er daar op die normale curve een verandering is, dan zouden we iets moeten doen. Dus... Maar we moeten niet gaan zeggen dat een lage opleiding de oorzaak is van Alzheimer en dementie. Dat heeft geen enkele pas. Dus gehoorproblemen is eenzelfde probleem. En daar ga ik gewoon vertellen... Dus op dit ogenblik wordt heel veel gezegd, je moet iets aan je gehoor doen, want dat gaat je dementie voorkomen. Nu, mijn visie daarop is omgekeerd. En ik ga gewoon het voorbeeld van mijn moeder geven, die jammer genoeg nu ook hier in de Wingert is opgenomen. En dus een van de eerste tekenen was, wij zaten met de familie rond de tafel en ze krijgt een telefoon. En wij waren met haar aan het spreken, dus ze konden gesprekken goed volgen. En ineens, die telefoon komt binnen, ze neemt de telefoon op en ik zie de paniek in haar ogen, omdat ze niet begrijpt wat er aan de andere kant van de telefoon gezegd wordt. En dus, die telefoon stond keiluid, dus wij konden zelf horen wat er gezegd werd. En toch verstond mijn moeder niet wat er gezegd werd. En dus ik denk eigenlijk dat zij problemen had om die informatie te verwerken in betekenis. Dus als je gewoon met iemand praat, zie je de handbeweging, zie je het gelaat, zie je de context. En heb je eigenlijk veel meer informatie om te begrijpen wat er gezegd wordt, dan als je een telefoon hebt. En dus als je dan denkt hoe moeilijk dat luisteren is. Luisteren is drukgolven die omgezet worden in betekenis. Dus dat op zichzelf al is speciaal. En dan heb je allerlei filterprocessen om te begrijpen, de context te begrijpen. Wat is de betekenis van die woorden? Dus ik denk dat als gehoorproblemen meer... voorkomen, correleren met dementie, dan denk ik dat we eerder moeten gaan nadenken van wat is het verband hier? Is het een oorzaak of is het een gevolg van de ziekte? En dat zou ons ook nieuwe diagnostische methodes kunnen geven. En dan zijn er nog een aantal andere, roken, te weinig beweging, suikerziekte, overgewicht. Nu, daarvoor moet je geen grote studies opzetten, dat is gewoon gezond verstand. Dat weet iedereen, dat al uw fysische parameters, hart, longen, dat die allemaal afhangen van goede gezondheid. En ook je hersenen zijn daar een gevolg van. Maar ik zie dat niet als een oorzakelijk verband. Ik denk dat dat gewoon goede gezondheid is. Dus ik ben eigenlijk vrij pessimistisch over al die soort studies. En mensen vragen mij altijd, wat moeten we eten om gezond te, om niet dement te worden? Ik zeg, ik weet het niet, er is waarschijnlijk niks. Want het is vooral uw genen. Het is wat je gekregen hebt van de natuur, dat bepaalt dat je dementie gaat krijgen of niet. En dus dan mensen zeggen, ja, dat scheelt pessimistisch. Nee, want dat kan je met geneesmiddelen wel aanpakken. En daar kom ik direct op terug. Maar dus, waarom krijgt iemand Alzheimer? En Alzheimer is een extreem voorbeeld daarvan. Veel dementies hebben waarschijnlijk wel wat meer omgevingsfactoren die daarin meespelen. Maar voor Alzheimer is het vrij duidelijk dat de genetica zeer belangrijk is. En er is hier een Zweedse studie van 12.000 tweelingen ouder dan 65... En dan blijkt uit die studie dat het genetisch risico bij die tweelingen, dat ongeveer, laten we zeggen, 2/3, dus 60-80% van uw totaal risico is door uw genetische opmaak. It's your genes. En hier zie je een heel moeilijke slide, maar ik ga ze u uitleggen. Uit een publicatie die we gemaakt hebben in 2021. En die vat eigenlijk alle informatie samen die we hebben over de genetica van de ziekte van Alzheimer. En dus hier zie je, wel, en eigenlijk gaat het hier over kleine veranderingen in je genetisch materiaal die meer voorkomen bij de mensen met Alzheimer en minder voorkomen bij de mensen die geen Alzheimer hebben. En dus dan zie je dat er hier een aantal van die veranderingen zijn, ieder puntje is zo'n verandering, dat er een aantal van die veranderingen zijn die veel voorkomen in de bevolking. Dat is hier een logaritmische schaal. Dus bij 50% van de bevolking heb je deze soort veranderingen die je risico een klein beetje doet toenemen als je boven die stippenlijn zit, of een klein beetje doen afnemen als je onder die stippenlijn zit. En dan hier heb je een groep genen die,
die relatief weinig voorkomen, 1%, 2% van de bevolking, maar die je risico met een factor 2, 3 doen toenemen. Dus dat zijn al belangrijke risicofactoren. En dan heb je hier genen die we al jarenlang bestuderen, die heel zeldzaam zijn, minder dan 0,01% van de bevolking, maar die, als je mutatie hebt, je 100% zekerheid geven dat je de ziekte van Alzheimer krijgt. En dus je ziet dus verschillende vormen van risico en verschillende vormen van genetisch materiaal die je risico bepalen. En dus hier ga je natuurlijk zeker zijn dat je de ziekte krijgt. Hier ga je een combinatie van die factoren moeten hebben om de ziekte te krijgen. En dus een van de belangrijkste zaken, dit is oud werk, maar ik wil het toch nog eens samenvatten, want het is zeer cruciaal ook voor het moderne onderzoek. De eerste genen die werden gevonden en onderzocht werden, zijn deze genen hier, APP en presenilline. De namen zijn niet zo belangrijk, alhoewel voor APP is het misschien wel belangrijk, want APP betekent amyloïde precursor protein, amyloïde voorloper eiwit. En ik heb dus gezegd dat Alois Alzheimer al gezegd had dat die amyloïde plakken een belangrijk teken of een belangrijk element zijn in de hersenen van patiënten. En dus het amyloïde voorloper eiwit wordt in feite in stukjes geknipt en een van de belangrijkste fragmenten slaat neer in die amyloïde plakken. En dus mutaties in dat amyloïde voorloper eiwit zorgen ervoor dat er meer van dat amyloïde peptide gemaakt wordt en samenklit in die plakken. En dus het belangrijkste hiervan is dat we hier een link hebben naar die amyloïde plakken met dat één klein letterverandering in de code van uw genetisch materiaal voldoende is om volledige Alzheimer te veroorzaken. Dus ook de tweede letters, de tau en de celdood en de dementie, alles. Dus dit is eigenlijk de reden waarom dat een ganse school, inclusief mezelf, denkt dat amyloïde beta een belangrijk probleem is in de ziekte van Alzheimer. Ik kan er straks op terugkomen, want er zijn een heleboel mensen die beweren dat we al onze tijd verloren hebben. Maar ik vind dit een zodanig sterk evident gegeven dat wat er ook gevonden wordt met therapieën, dat we waarschijnlijk... Dit is evident. En het werd nog evidenter toen we vonden dat de tweede gen, de presenilline genen, zijn een stukje van dit grote eiwit, maar ik ga niet te veel in detail gaan. Maar dus hier zie je dat amyloïde voorloper eiwit, en ik heb gezegd dat amyloïde peptide daaruit moet geknipt worden. En die schaar, dat zijn dus enzymen, proteases, dat zijn eiwitten. Het belangrijkste schaar die dat amyloïde eiwit knipt, wordt hier gamma-secretase genoemd. Wel, de mutaties, die tweede groep van mutaties, die oorzakelijk zijn voor de ziekte van Alzheimer, zitten in die schaar. En dus wat die schaar doet, is dan abeta-peptide genereren en die mutaties maken dat je meer van dat eiwit gaat gaan maken terug. Dus twee totaal onafhankelijke lijnen van evidentie tonen aan dat het enige dat er moet gebeuren is een kleine verandering in je genoom om de ziekte van Alzheimer te krijgen en dat het effect daarvan is abeta. Dus die abeta, dat amyloïde peptide, abeta is een afkorting voor amyloïde peptide, excuseer daarvoor. Het amyloïde peptide is voldoende om de ziekte van Alzheimer te veroorzaken in die patiënten. Dus dat heeft dan eigenlijk ertoe geleid dat de laatste 10, 15 jaar de firma's, de farmaceutische firma's die natuurlijk een gigantische markt voor zich zien, dat die dus heel veel geld geïnvesteerd hebben in de amyloïde hypothese. En het is een oversimplificatie, maar het idee is, als we dat amyloïde peptide uit de hersenen kunnen halen, dan komt alles terug terecht en gaat alles in orde zijn. En ik denk dat er een tijdje reden was om dat te denken. Maar dus zijn heel veel medicaties uitgeprobeerd. Er zijn een lijst van zeker 20 medicaties die in klinische trials zijn gegaan, in fase 3 voor de specialisten. Dus er is heel veel geld geïnvesteerd daarin geweest. Die zijn mislukt. Voor verschillende redenen. Een van de redenen is dat die therapieën uitgetest werden 10 jaar geleden, toen dat we dachten dat alle dementie Alzheimer was. Maar achteraf hebben we gezien dat 1/3 van die patiënten die behandeld werden geen amyloïde plakken hadden. Dus als je dan al een klein effect verwacht en je hebt dan al 1/3 van de patiënten die je test, hebben geen amyloïde plakken en je doet iets aan de amyloïde plakken, ja, dan ga je niet veel effect zien. Maar dus, dat is allemaal leergeld dat we betaald hebben. Maar dus een jaar geleden zijn de resultaten van deze aducanumab trial verschenen. En dat is dus wel een heel interessant case study. Dus hier zie je een patiënt met amyloïde plakken in de hersenen. Dus dat is een scan, een hersenscan. En dat is dus een van de grote vooruitgangen. Toen ik begon met de ziekte van Alzheimer,
was het allemaal dat je maar de ziekte van Alzheimer kunt vaststellen na de dood, omdat je die letsels niet anders kunt zien. Maar dus nu hebben we al methodes die je toelaten om dat bij leven vast te stellen. Er is spectaculair vooruitgang daar gemaakt. Maar hier zie je dus zo een hersenscan bij een levend iemand, bij het begin van de behandeling, en dan hier de hersenscan op het, na een jaar behandeling. En je ziet dus, dit is de eerste medicatie die er echt in slaagt om amyloïde plakken uit de hersenen te verwijderen. En dat op zichzelf was volgens mij al een fantastisch nieuws en een fantastische doorbraak. En dus, het verhaal is nu zeer complex. Dus de behandeling wordt opgestart, phase 3 trial. En men heeft met de firma Biogen en Eisai hebben op een bepaald ogenblik gezegd van we gaan een futility analysis doen. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat ze dus eigenlijk voordat de studie afgerond is al een eerste kijk doen op de gegevens, op de resultaten. En dus op een subgroep, een klein gedeelte van de patiënten die de behandeling ondergaan is, gaan ze voortijdig kijken of er een belangrijk effect is of niet. En als er geen voldoende belangrijk effect is, dan stoppen ze de studie en kunnen ze het geld sparen voor de rest van de studie. Men heeft dat dus gedaan en bij die analyse bleek dat er geen effect was op de cognitie, dus op het geheugen, op het gedrag van de patiënten, terwijl er wel een duidelijk effect was op de amyloïde plakken. En dus men heeft dan gezegd, we stoppen de studie. Maar dus zo'n beslissing neemt ongeveer 6 maanden. En gedurende die 6 maanden zijn de patiënten verder behandeld gebleven. En een of ander onderzoeker, ik weet niet wie, in Biogen heeft gezegd, ja, maar laat ons ook nog een keer naar die data die achteraf zijn binnengekomen kijken. En als je die data voegt bij de data die gebruikt werden in het begin, was er wel een klein effect op het geheugen en op het gedrag van de patiënten. En dus, ja, dan heeft Biogen gezegd van, ja, daarmee moeten we dan toch naar de goedkeuringsprocedure opstarten. Het is een enorme discussie geweest. Het probleem is eigenlijk dat er dus, ten eerste dat die een trial niet conclusief is, want dus het waren eigenlijk 2 trials. In één trial hebben ze dan een positief resultaat, in de andere was er nog altijd geen positief resultaat. Maar dan hadden ze vroeger nog een experiment gedaan wat er wel een positief resultaat was. Nu, je hoort al, dat wordt een rommelige discussie. En de mensen die niet erg houden van deze therapie gaan zeggen van, je hebt niks bewezen. En de mensen die therapie wel genegen zijn, zeggen van, ja, dat is wel interessant, maar je hebt het wel niet bewezen dat het werkt. De FDA heeft die medicatie goedgekeurd, dus dat is een van die 6 medicaties die we nu hebben, dat is de 6e. Maar op basis van het feit dat het de amyloïde plakken verwijdert, op basis van het feit dat het ook een effect heeft op de andere letsels, dus we kunnen nu ondertussen ook tau meten in hersenen, en dus bij de paar patiënten die dat gedaan is ook de andere letsel verminderd, en op basis van het feit dat er in 1 van de 2 studies toch mogelijk een positief effect was. En dus het idee is van nu die drug te gebruiken op een grote groep van patiënten en de patiënten op te volgen tot 2030 om te zien of er toch een positief effect is. Maar het probleem is dat de klinici die die testen moeten doen enorm tegen zijn om die drug te gaan testen en dat ook bijvoorbeeld Medicare in de Verenigde Staten die moet terugbetalen, hebben gezegd van wij willen dat eigenlijk niet terugbetalen, het is veel te risicovol, we weten niet of dat gaat werken, et cetera. En dus we zitten nu eigenlijk hier in een slop, typisch voor Alzheimer-onderzoek zou ik zeggen, want bij kanker worden er veel neveneffecten en veel drugs verder uitgeprobeerd op basis van het feit dat ze een mechanistisch effect hebben. Maar we zitten hier dus een beetje vast, hoe gaat het verder gaan? Nu, er zijn 3 andere gelijkaardige geneesmiddelen die op dit ogenblik uitgetest worden en die op het einde van het jaar resultaten gaan geven. Dus we zitten bij hoop dat er hier ergens een doorbraak is gebeurd. En zoals zoveel dingen in geneeskunde, het is nooit zwart-wit en het is nooit een explosie van resultaten. Het is langzaamaan dat het verder blijft gaan. Maar ik denk dat we dus vooruit aan het gaan zijn in dit vakgebied. Dit is juist om te zeggen van dat er nog andere hier die 4 antilichamen zijn in ontwikkeling. Dus dat brengt mij tot de vraag van wanneer ben je overtuigd dat een geneesmiddel iets doet in de dementie-area. Zo heeft een behandeling effect. Wel, het eerste is dat de tekenen van de ziekte in het hersenvocht, in dit geval bij patiënten, verbeteren. En dus het zijn biomarkers, zoals ze dat noemen. Dus dat is de amyloïde peptide en het tau-peptide. Dat kan je allemaal meten in het hersenvocht, dus lubale punctie. En als je daar verbeteringen op ziet, dan denk je van, oké, ons geneesmiddel doet iets aan de ziekte. En dat was dus zeker bij aducanumab het geval. En dan, het tweede teken dat je wilt zien, is dat je in de hersenen een duidelijke vermindering ziet van je amyloïde beta op de hersenschans. Ketone, aducanumab was ook het geval. En het derde is het probleem.
En dat is eigenlijk het criterium. Dus de symptomen verbeteren, de vooruitgang van het ziekteproces wordt vertraagd. En natuurlijk, evident is dat wat we willen met een geneesmiddel. Maar de vraag is of we... wat we eigenlijk willen, is dat de dementie verbetert. En de vraag is of je dementie kan verbeteren. Want dementie ontstaat op het einde van de ziekte wanneer dat er al een groot pak van je hersencellen afgestorven zijn. Dus als je een geneesmiddel gebruikt dat amyloïde peptiden behandelt, dat de tau behandelt, en je gebruikt als readout verbetering van de patiënt, maar die patiënt is al op het eindstadium van de ziekte, dan ga je nooit een effect zien. Of een heel klein effect. En ik denk dat dat ons eigenlijk voor veel jaren misleid heeft in de trials. En we moeten middelen vinden om hersenfunctie veel vroeger te meten. Of we moeten akkoord gaan dat een geneesmiddel een goedkeuring krijgt, zoals Biogen, op basis van het feit dat het een gunstig effect heeft op het mechanisme. En dan moeten we verdere studies afwachten, zoals bij cholesterol, waarbij je altijd maar vroeger gaat bij de patiënten, die zelfs geen symptomen hebben, maar bij dat je dan lange opvolg hebt en bewijst dat het de incidentie van dementie vermindert. En dat is een discussie die we op dit ogenblik moeten op gang krijgen. Want er zijn maar een paar mensen, zoals ik, die dat zeggen. De meeste dokters, de meeste mensen die de beslissingen nemen, vinden nog altijd dat het essentieel is dat je een effect op het niveau van dementie toont. En ik zeg u, er gaat nooit een geneesmiddel zijn dat in een laat stadium van deze ziekte een significant effect gaat hebben. Morgen zal je misschien iets anders horen, maar dat is in ieder geval hoe dat ik erover denk. En we hebben daar ook een publicatie over gemaakt. En dat is misschien wat te gespecialiseerd, maar ik ga het toch proberen uit te leggen. Dus wat je hier ziet is een grafiek waarbij dat we dus op een bepaald moment een geneesmiddel geven. Zo'n anti-amyloïd peptide geneesmiddel. En dus dat duurt dan een tijd voordat de amyloïde plakkes uit de hersenen weggedreven zijn. Dus dat gaat u al een half jaar, misschien een jaar kosten. En dan pas ga je kunnen beginnen meten en zien of er een verbetering is van de symptomen. En dus hier zie je dat op het moment dat je hier onder een bepaald niveau valt. En als je meer wilt overlezen, kan je naar die referentie gaan kijken. Maar dus je moet met je amyloïde onder een bepaald niveau vallen en dan zal je een stabilisatie van de cognitie beginnen te zien. En dat zal ook een zekere tijd vergen. Want het heeft 10, 20 jaar geduurd voordat dat amyloïde de hersenen aangetast heeft. Het zal dus niet op een paar maanden zijn dat die hersenen, als dat amyloïde weg is, dat ze zich zullen herstellen. En wat er zich zeker niet zal herstellen, is de neuronen die weg zijn gegaan, de hersencellen die weg zijn gegaan. Dus gelijk hoe, je gaat moeten vroeg behandelen. En je gaat moeten hopen dat er nog voldoende reserve is in de hersenen om die terug op functie te krijgen. En dus een klinische trial in de ziekte van Alzheimer gaat altijd zeer lang duren. En het is daarom ook dat die futility, die vroege analyse van die data, eigenlijk geen effect had gegeven. Want het enige wat je daar kon zien, was het verdwijnen van je amyloïde. Maar je moest zeker nog een half jaar of een jaar wachten om een klein beetje stabilisatie van de hersenfunctie te zien. En dus dit is eigenlijk de manier dat we moeten gaan nadenken. Als we nu verdere trials gaan organiseren, gaan we dus veel meer dit soort schema in ons hoofd moeten houden. Oké, en nu, de laatste 10 minuten, ga ik een klein beetje meer nog over ons onderzoek spreken, want wij proberen nieuwe geneesmiddelen te vinden, nieuwe manieren om de ziekte van Alzheimer te behandelen. En dus ik heb hier een schema gemaakt. Wat wij vooral bestudeerd hebben tot nu toe, is hier die eerste vroege biochemische fase, waarbij dat je dus amyloïde plakken opbouwt en waar dat je die veranderingen ziet. En dan wat dat de dokters, de klinici en de farmaceutische firma's vooral bestuderen, is die klinische fase, waarbij dat je dus al symptomen hebt. En dus waar dat je dus hersenschade hebt en waar dat je de symptomen van dementie hebt. En waar we heel weinig van weten, is wat er gebeurt tussen dat hier en dit eindstadium. En dat is niet banaal, want over de laatste 3, 4, 5 jaar zijn we eigenlijk tot het inzicht gekomen dat deze veranderingen al 20 jaar voordat deze veranderingen plaats hebben, beginnen. Dus je hebt al amyloïd dat zich opstapelt in de hersenen en je hersenen zijn in staat om met die irritatie om te gaan. Hersenen zijn enorm plastisch, is het meest plastische orgaan van... Het is een enorm plastisch orgaan. Zij zijn eigenlijk in staat om met die trigger om te gaan en
te blijven normaal werken. Dus klinisch ga je niks zien aan die patiënten. Maar moest je in staat zijn om in de hersenen te kijken, je zou al ontstekingsreacties zien, je zou al bepaalde neuronen zien die in je uitlopers naar een andere kant uitsturen, je zou die andere cellen die daar zijn zien reageren. En dus dit is eigenlijk de fase waar we onderzoek moeten doen. En ik heb mijn labo in 2016 volledig omgekeerd en gezegd van dat is wat we nu gaan onderzoeken, de cellulaire fase van de ziekte van Alzheimer. En dus de vraag is eigenlijk, wat is de link tussen het opstapelen van dat amyloïd en de eindfase van de ziekte? Ja. En dus, ja, we hebben altijd met muizen gewerkt en ik ben nog altijd overtuigd, en ik kan een uur babbelen over het belang van dierproeven, maar wij zouden niks weten over de ziekte van Alzheimer hadden we geen muizenproeven kunnen doen en muizenexperimenten. En mensen die beweren dat het allemaal niet nodig is, dat zijn mensen die er niks van kennen, dat kan ik u verzekeren. En ik ben bereid van met gelijk wie in discussie te gaan over of dierproeven nodig zijn of niet. Maar wat dat wel juist is, is dat het brein van een muis niet hetzelfde is van een mens. En hier zie je gewoon de schaalgrootte. Dus je ziet dat complexe orgaan aan de rechterkant, wat de menselijke hersenen zijn. En je ziet dan de muishersen, die zo klein zijn als een muis natuurlijk. Hè. Dus er zijn natuurlijk fundamentele verschillen in hoe dat groot orgaan werkt en dat klein orgaan. En dus we zijn nooit in staat geweest om de ziekte van Alzheimer na te bootsen, volledig na te bootsen in muishersen. We kunnen bepaalde aspecten van die ziekte nabootsen, maar we kunnen niet de totale ziekte nabootsen. Dat wil niet zeggen dat die modellen niet belangrijk zijn. Hè. Je gaat dus een klein stukje van het proces nabootsen, bijvoorbeeld de vorming van de amyloïde plakken, en dan kan je daar verder op studeren. Maar dus een van de grootste problemen is eigenlijk dat we polygenetisch risico hebben. Dus voor die simpele mutaties met één gen kan je eigenlijk nog vrij ver gaan in de muizenonderzoek. Maar ik heb je daar op die grafiek laten zien dat er heel veel genen zijn die met kleine effecten werken. En dus ongeveer 70% van de genen tussen muis en mens zijn voldoende gelijk om ze te bestuderen. En dus als je geluk hebt en die mutaties in een gen dat in een muis bestaat, dan kan je dat in een muis vrij goed gaan bestuderen. Maar als je een tegenslag hebt en die mutatie is in een eiwit dat eigenlijk niet echt bestaat in de muis, ja, dan heb je een probleem met je muizenmodel. En dus als je dan 10 of 15 genen tegelijk moet gaan bestuderen, zoals ik gezegd heb, met die lage risico's, je moet er 10 of 15 van bij elkaar hebben om ziek te worden, dat kan je helemaal niet meer in een muis. En dus dan moeten we met menselijke cellen gaan werken. En dus dankzij het onderzoek, het stamcelonderzoek, zijn we nu in staat om eigenlijk van een stamcel, dat is eigenlijk een oercel zou je kunnen zeggen, als we die nemen van een mens, een huidcel of een bloedcel, en we kunnen die dan via genetische manipulatie terugbrengen tot een oercel, dus een primitieve cel die alles kan worden. Dus die huidcel wordt teruggemaakt tot een oercel, en die oercel kan dan hersencellen geven, bloedcellen, enzovoort. De toepassingen daarvan zijn natuurlijk gigantisch, maar daarover gaan we het hier nu niet hebben. Maar wat ik dacht van is, we kunnen die stamcellen eigenlijk gebruiken, en we kunnen die eigenlijk in de hersenen van zo'n proefdiermuis gaan plaatsen. Zodanig dat we eigenlijk de amyloïde plakken die we wel in die muizen kunnen genereren, maar die dan die muizenhersencellen niet echt beschadigen, we kunnen ons afvragen nu wat er gebeurt als we daar een menselijke cel in plaatsen. Wat gaat er met die menselijke hersencel gebeuren? En ik vertel dat nu allemaal op 2 minuten. Het is heel, heel veel hard onderzoek dat erachter zit. Maar hier zie je eigenlijk in een samenvatting, dit is een resultaat van een van onze experimenten. Ik ga het u gewoon uitleggen, wordt niet... Je moet er geen schrik van hebben. Die groene dingen hier, dat zijn groene dat zijn eigenlijk menselijke hersencellen die groeien in een muis, in een normale muis, die geen amyloïde plakken heeft. Dus geen model voor Alzheimer. Dus dat is onze controle. En je ziet dat die er vrij goed uitzien. En dan zie je hier een muis met hersencellen, zoals deze hier. En je ziet dat er hier nog wat sporen zijn te vinden. Maar hier zie je dat blauw, en dat zijn amyloïde plakken in die muis. Dus we hebben onze muis gemaakt, we hebben een muismodel dat amyloïde plakken maakt, en we hebben nu die menselijke hersencellen blootgesteld aan die amyloïde plakken. En dan hier voor de specialisten, zie je hier ook die rode vlekjes hier. En dat zijn kleuringen voor tau, dus voor het tweede letsel van de ziekte van Alzheimer. Dus als wij gewoon menselijke hersencellen blootstellen in de context van de muis aan amyloïde plakken, dan zien we dat die hersencellen langzaam degenereren. En de letsels die we in die hersencellen zijn dezelfde als die dat we bij een patiënt zien. En we zien dat niet bij de muis. Dus er is daar ergens een menselijke factor die we dankzij dit model kunnen oppikken.
En ik ga er niet te veel verder over spreken, maar je ziet nu natuurlijk, als we nu nieuwe geneesmiddelen gaan zoeken, dat we die in dit muismodel kunnen gaan bekijken en dat we ook dit muismodel kunnen gebruiken om te verstaan wat verband is tussen die amyloïde plakken en de hersendood. En dus, ik bedoel, dat is het onderzoek dat we op dit ogenblik doen. Ik kan daar nog een uur over praten. Maar dat is dus een doorbraak. En dan het tweede aspect dat wij doen, is nu, ik heb daar juist al gezegd, dat zijn hier al die genen die zeldzaam, die heel veel voorkomen, maar die een heel klein beetje je risico doen stijgen. Als je gewoon dat gen op zichzelf hebt, het risico neemt toe met 0,1%, dat kan je niet nabootsen in een model. En dat ga je ook geen ziekte geven. Maar als je de combinatie van al die verschillende veranderingen hebt, dan stijgt je risico 10, 20, 30 keer. En als je voldoende van die risicogenen hebt, dan ga je de ziekte van Alzheimer krijgen. Omgekeerd zijn er hier ook een aantal van die genen die je bescherming geven. Je ziet dat er ook een aantal van die genen onder die lijn zitten. Dus als je daarvan hebt, die gaan dan dat effect tegengaan. Maar hoe gaat je dat nu in een model gieten? Hoe kun je daar nu de processen van bekijken enzovoort? En ik heb daar juist al gezegd, die stamcellen, we kunnen stamcellen nemen van een persoon die heel veel van die risicogenen heeft en stamcellen van een persoon die heel weinig van die risicogenen heeft. En dan kunnen we gaan kijken wat die in ons muismodel doen en of die genen bescherming geven. En de meeste van die genen zitten niet in hersencellen, in de hersencellen, de neuronen waarover we het gehad hebben, dus de hersencellen die denkprocessen beïnvloeden, maar zitten in microglia, in de ontstekingscellen van de hersenen. En dus dat brengt een tweede groot onderzoeksgebied in het veld. Dus we hebben de amyloïde peptiden en de tau enzovoort, dat heb ik al allemaal uitgelegd. Maar nu, dankzij die genen, zien we ineens, tja, de reactie van de hersenen op die amyloïde plakken is ook belangrijk. En dat zijn die ontstekingscellen. En dus die genen komen vooral tot expressie in die ontstekingscellen. Hoe gaan we dat nu onderzoeken? Wel, ik heb het u al uitgelegd, we kunnen van die stamcellen hersencellen, neuronen maken, maar we kunnen daar eigenlijk ook ontstekingscellen van maken, microglia. En dus hier zie je een muis en al die groene cellen, zoals je al weet, zijn de menselijke cellen. We geven die een kleurtje, zodanig dat we die kunnen zien. En je ziet dat die microglia hier heel mooi in dat hersenweefsel zich integreren op allerlei verschillende plaatsen. En die zitten eigenlijk op de plaats waar normaal muizen microglia zitten. En dus we hebben nu ook, en ik kan daar ook weer veel uitleg over geven, maar dat wordt ingewikkeld, maar we hebben eigenlijk die microglia terug geïsoleerd en gekeken hoe dat die reageren op amyloïde plakken. En we zien dat veel van die risicogenen in het antwoord op die plakken in die microglia tot expressie komen. Dus we zijn eigenlijk op de goede weg om te begrijpen hoe dat de microglia reageren op de hersenen. En hier, dat is juist om te tonen dat ze zich inderdaad mooi in de hersenen nestelen op de plaats waar dat ze moeten zitten. Dus ontstekingscellen van de cellen, van de hersenen, dat is een fantastisch nieuw richting. Er is voor weinig ziekten zoveel geneesmiddelen als voor ontsteking. Hè. Artrose, artritis, reuma, tumornecrosis factor alpha, aspirine. Al die geneesmiddelen zijn ontwikkeld geweest voor ontstekingsreacties in je lichaam. Dus we kunnen die nu allemaal gaan beginnen uittesten voor ontstekingsreacties in de hersenen. Tuurlijk, moest het zo gemakkelijk zijn, dan hadden we al een geneesmiddel gehad. Een groot probleem is om die ontstekingsremmers in de hersenen op het juiste moment op de juiste plaats te brengen. Dus dat is het soort onderzoek dat in die sector gebeurt. Dus ik heb het gezegd, dat is een heel goed toolkit voor medicatie. En dus ik heb je ook gezegd dat de genetica ons zegt dat dat een belangrijke manier is om aan de ziekte van Alzheimer te werken. Dus een laatste les is, vroeg ingrijpen is cruciaal. Ik heb dat in het begin al proberen uit te leggen. Ik heb je ook gezegd dat dus de ziekte 20, 30 jaar voordat de symptomen er zijn, zich begint te manifesteren. Dus als we iets willen doen aan dementie of aan Alzheimer of aan die andere vormen van neurodegeneratie, moeten we ingrijpen voordat de hersencellen afsterven. Ik denk dat die amyloïde-therapie daarvoor zeer goed is. Hier heb ik zo wat grafieken, maar ik ga je daar niet te lang mee bezighouden. Ik ga ze gewoon ineens projecteren. Dat zijn allemaal verschillende tekenen van de ziekte van Alzheimer die zich langzaam manifesteren over tijd. Maar ik ga er gewoon snel doorgaan. Ik heb dat punt gemaakt. Dus hier zie je het leven van de patiënt. En dan zie je dat de eerste jaren er een biochemische fase is waarbij dat die amyloïde zich aan het opstapelen is en waarbij dat ook die tweede letsels, die tau zich binnen op te stapelen. Er zijn nog geen klinische symptomen. Dan krijgen we die cellulaire fase waar dat al die ontstekingsreacties gebeuren. En dan krijg je hier stilletjes aan in de latere
later gedeelte van die cellulaire fase, zie je dat er structurele hersenveranderingen beginnen te zijn. Dus dat er hersencellen beginnen af te sterven, dat er functionele veranderingen zijn. En dat noemen we de vroege stadia van dementie. Dat is MCI, of Minimal Cognitive Impairment. En meer worden therapieën op dat moment gegeven, omdat ze ook akkoord zijn dat we vroeger moeten gaan. Maar volgens mij is dat nog altijd veel te laat, want het is hier dat we moeten werken. En dan zie je hier de klinische fase, waar we een heleboel markers hebben. Je ziet het gewoon aan de patiënten, problemen in het dagelijks leven. De geheugentesten zijn verstoord. Er zijn duidelijke letsels op de hersenscan. Tau en amyloid kan je meten. Er zijn veranderingen. En dus dat is waar dat de trials gebeuren. Hier, om eerlijk te zijn, vroege trials zitten hier al. Maar eigenlijk zouden de trials hier moeten zijn. En zouden we dan de tijd moeten hebben om het resultaat van die medicatie uit te lezen 5, 10 jaar later. Maar dat is natuurlijk gigantisch kostelijk. En ik denk dat we dus moeten met de overheid nadenken over kunnen we geen ander soort klinische trials gaan doen voor dit veld. En dat is mijn stokpaardje, maar ik heb dat ook al gezegd, dus een beetje spoiler alert. Maar dus, dit zijn de publicaties voor AIDS, HIV, over tijd. Dus in 1980 was er niks. En rond 2000 zitten we aan een gemiddelde van 8000, 9000 publicaties per jaar. Dat is hier voor Alzheimer. Dus daar zijn we al 100 jaar geleden mee begonnen. In 1980 rond 1990 werd er meer gepubliceerd over AIDS dan over dementie. En dan zie je hier die enorme, gigantische sprong en wij blijven achter met de publicaties. Maar eigenlijk het interessantste is om het met kanker te vergelijken. En dus hier, we hebben de grafiek wat moeten aanpassen, dus je ziet die 18-voudig verschil vertaalt zich met een enorme oppervlakte onder de curve die eigenlijk de kennis in een bepaald gebied illustreert. En dus mijn hoop is dat wij die inhaalbeweging ingezet hebben. Ik hoop het. Ik denk dat de UKDRI daar een voorbeeld van is. Hier in Leuven ook zijn er verschillende acties om toch wat meer geld in dat onderzoek te krijgen en wat meer mensen in dat onderzoek te krijgen. Maar ik denk dat we een gigantische taak hebben en dat we eigenlijk alle overheden in de wereld moeten zeggen dat de war on cancer die in de jaren 70 startte, dat we die nu moeten doen, de war on dementia, ik denk beter de war on neurodegeneratieve aandoeningen, dat we die moeten opstarten, oogdringend. Want het probleem gaat niet weggaan als we er niks aan doen. En dan hier nog eens om dat punt opnieuw te maken. COVID. Dus in 2018 waren er 7 publicaties over COVID. In 2021 waren er 137.000 publicaties over COVID. Dus op 4 jaar tijd is er zoveel gepubliceerd over COVID als dat er in 100 jaar gepubliceerd is geweest over Alzheimer en anders. Dus als mensen naar mij komen en zeggen van jullie geraken niet vooruit, zeg ik, ja, wel, misschien moet er een keer een covidje doen voor ons. Het probleem is zeker even belangrijk. Het is hoog tijd dat we iets doen. En dus voor covid en kanker hebben we therapieën. Hè? Dus ik zie niet waarom dat niet zou kunnen voor neurodegeneratie. Bill Gates heeft het licht gezien, maar hij zou nog wel wat meer geld mogen erin steken. Dus hij zegt, met alle nieuwe tools en kennis die we ontwikkelen, staan we op een keerpunt in het Alzheimeronderzoek. Ik heb daar een klein beetje illustraties van gegeven. En hij zegt ook, we moeten dus echt vooruit gaan hiermee, want misschien kunnen we ze nog in de rijke landen, zoals België en Engeland en Amerika, kunnen die dure therapieën waarschijnlijk nog wel betalen. Maar we moeten ook iets vinden dat we voor alle landen in de wereld kunnen uitrollen. Want het is een probleem van alle landen. En is dat hopeloos? Wel, hier is een grafiek die ik van de Alzheimer Associatie genomen heb. Dat is het aantal Amerikanen die, als er geen geneesmiddel komt, die met dementie of met Alzheimer gaan geconfronteerd worden naar 2050 toe, dus ook ongeveer een verdubbeling, zoals in Engeland. En als je zou de ziekte met 5 jaar kunnen uitstellen, want dat is wel het interessante, het is dus een ouderdomsgerelateerde aandoening, als we ze 5 jaar zouden kunnen uitstellen, zouden we ongeveer de stabilisatie van het probleem kunnen krijgen. Dus dat lijkt mij toch niet zo onredelijk om die ziekte die 20, 30 jaar duurt, van te proberen van die nog 5 jaar langer te laten duren, dan zouden we al heel veel winst maken. Hoe ziet de toekomst eruit? Wel, hier in Leuven hebben we Mission Lucidity. Het is inderdaad belangrijk dat we met veel mensen samenwerken om dat probleem op te lossen. Niet alleen artsen, maar ook ingenieurs, biomedische onderzoekers en heel veel mensen van goede wil om de zaak te ondersteunen. En eigenlijk is de toekomst al begonnen. En dit is hier een publicatie die dit jaar verschenen is. En dat gaat over nieuwe biomarkers. Dus nieuwe proeven die je kan doen op het bloed. Dus je kunt eigenlijk in het bloed aflezen of iemand de ziekte van Alzheimer aan het krijgen is of niet. En dat maakt natuurlijk alles veel goedkoper en veel gemakkelijker om testen te gaan doen. En ik denk zelfs, ik hoop het,
ik hoop het, dat we hiermee heel vroege stadia zullen kunnen diagnosticeren voordat er enige andere symptomen zijn van de ziekte. Je ziet het hier in die titel ook, zeggen ze, in preklinische Alzheimer disease. Dat is een fantastische doorbraak en ik denk dat eigenlijk de mensen dat niet beseffen, maar dit verandert alles. Als dit zich bevestigt, hè, we moeten altijd voorzichtig zijn, als je in de spits van het onderzoek staat, komen er fantastische resultaten soms, die moeten bevestigd worden voordat we zeker zijn. Maar het lijkt zeer belovend. En dit is juist een grafiek voor de mensen die willen overtuigd geraken, maar dat ga ik dus niet bespreken. En dus de toekomst gaat zijn een aanpak op maat. Ik heb gezegd hoe belangrijk dat de genetica is. Dat is niet alleen voor de ziekte van Alzheimer, mensen onderschatten dat, maar ook voor hartziekte, voor kanker, voor longziekte is de genetica eigenlijk zeer belangrijk. En eigenlijk kan ik u dat gewoon illustreren met COVID terug. Dus van COVID zijn we akkoord dat COVID de oorzaak is van de ziekte, het virus, de oorzaak is van de ziekte. Waar we ook akkoord zijn, is dat sommige mensen reageren niet, zijn gezond, hebben een snotvalling misschien, of niks. En sommige mensen gaan ervan dood. Nochtans is de oorzaak juist hetzelfde. En dat zegt u hoe belangrijk dat is, hoe dat uw lichaam omgaat met ziekteverwekkers. Hetzelfde is in kanker. Sommige mensen krijgen een kanker, die wordt door hun lichaam opgeruimd en ze leven verder. Andere mensen gaan eraan dood. Wel, met Alzheimer en met neurodegeneratie is het niet anders. Dus aan de ene kant heb je die bedreiging van amyloïdpeptiden bijvoorbeeld, dat zich opstapelt. Aan de andere kant zijn sommige mensen eigenlijk voorbestemd om nooit ziek te worden. En we zijn bijvoorbeeld in Nederland een cohorte aan het bestuderen met 300 centenarians die cognitief volledig normaal zijn, die heel veel van die letsels hebben die Alzheimer zou kunnen veroorzaken of neurodegeneratie, maar die op een of andere manier genetisch zodanig sterk zijn dat zij daar tegen kunnen, dat zij dat kunnen verdragen tot hoge leeftijd. Dat geeft twee belangrijke lessen. Eén, leeftijd geeft u niet automatisch dementie. Dat is een van de grootste stommiteiten, d'accord, dat een noodzakelijk gevolg is van verouderen. Dus dat is gewoon een levend bewijs dat dat niet zo is. En twee, er zijn manieren om, die het lichaam heeft ontwikkeld om tegen die letsels te vechten. En die mensen, waarschijnlijk hebben die een zeer goed ontstekingswerend mechanisme. Dat is eigenlijk van de eerste resultaten die we hebben, een van de elementen die we ook geleerd hebben. Dus we gaan van iedereen bij de geboorte een genetisch profiel hebben, waarin dat er staat hoeveel risico dat je hebt om Alzheimer te krijgen, hoeveel risico dat je voor dit hebt, hoeveel risico voor kanker. En dat gaat ook je medisch dossier bepalen voor de rest van je leven, waarbij dat er dus mensen met risico op kanker specifieke kankertesten gaan krijgen, mensen met een risico op dementie gaan specifieke testen krijgen voor hun hersenfunctie. En dus voor de hersenfunctie, nu, wat het beste dat we hebben, is een aantal testen, hè. Minimal brain function een encefalogram van je hersenen. Maar eigenlijk moeten we veel betere tools krijgen. En dus een van de manieren is natuurlijk cognitief hersenfunctietesten doen thuis. Je kunt een bril opzetten en dan een soort van doolhof doorlopen en dat oplossen. Dat zou je kunnen doen op de computer thuis. En dan zou je dat kunnen scoren op je 40 en op je 50 en op je 60. En als je op je p-value blijft, dan is er niks aan de hand. En als je daar vanaf wijkt, kan uw huisarts zeggen, tja, uw laatste test was niet zo goed, we gaan u verder onderzoeken. En dan last but not least, we gaan medicatie hebben. Ik denk eerlijk gezegd dat we de eerste zwaluw gezien hebben van de lente met die aducanumab. Ik zeg niet dat dat het geneesmiddel gaat worden, maar ik denk dat het een indicatie geeft van het geneesmiddel mogelijk zijn. En dus we gaan voor iedere vorm van neurodegeneratie, als je een beetje meer Parkinson hebt en een beetje meer vasculaire dementie, ga je een andere medicatie krijgen dan dat je een beetje meer Alzheimer hebt en ALS bijvoorbeeld. Dus medicatie op maat. Ik denk dat dat gaat gebeuren en ik denk als we wat meer zouden investeren in dat veld, dan zouden we waarschijnlijk al aan het discussiëren zijn over welke geneesmiddelen het best zijn voor welk soort profiel. Dus dat is de toekomst. En dat is hier een gedicht dat ik graag voorlees en waarmee dat ik ga concluderen. Ik ga het gewoon voorlezen. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. The wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning day. They do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Vecht, vecht tegen het uitgaan van het licht. Dus ik vind dat een fantastisch gedicht en dat is ook een beetje het motto voor mijn onderzoek. Dank u voor uw aandacht.
Hartelijk dank, professor Bartel Strooper. Het was super interessant. Zijn er nog vragen? Ik zal misschien langskomen met de microfoon. We hebben nog 10 minuutjes, hè? Ja. Ik zal nu langskomen. U kan uw hand opsteken als u een vraag hebt. Ja, ik kom. Professor, u heeft in het begin gezegd dat er ongeveer 65% genetische bepaling is. Bon, daar kan ik niks aan doen. Maar wat is die 35% waar ik wel iets kan doen? Want dat wil ik meenemen naar huis. Ja, ja, maar dus, dat heb ik proberen te zeggen zonder te veel pessimisme te creëren. Maar ik denk niet dat je echt heel veel kunt doen aan het voorkomen van die ziekte, tenzij met geneesmiddelen. De goede raad die je kunt geven is: leef gezond. Dus beweegt, zorg dat je niet te dik wordt, houd je bloeddruk onder controle. En dan zou je waarschijnlijk de vasculaire component van dementie wel kunnen verhinderen. Maar de ziekte van Alzheimer zelf, dat zit in je genen en daar kan je niet zo heel veel aan doen. Dus ik denk dat je daar moet gewoon... op dit ogenblik is de enige weg vooruit geneesmiddelen vinden om die ziekte tegen te houden. En wat ik je eigenlijk wil zeggen heb, is dat die studies die zeggen dat het 35% modifieerbaar is, dat er verdediging mogelijk... Ik heb dat gezegd, zeggen... Die modifieerbare factor, behalve dus wat ik gezegd heb, gewicht, sport, gezond leven, wat ongeveer van die 35% 10-15% uitmaakt, maar dat volgens mij evident is. Ik hoop dat iedereen van u dat doet. En als je het niet doet, moet je het doen. Niet alleen voor je hersenen, maar ook voor je hart en voor al de rest. En om gezond oud te worden. Maar die andere factoren zijn bijvoorbeeld gehoor. Ja, het is normaal dat je iets aan je gehoor gaat doen, dat je een gehoorapparaatje koopt. Maar ik denk dat het gehoorprobleem niet de oorzaak is van je dementie, maar ik denk dat het een gevolg is van je dementie. En hetzelfde met je zichtproblemen. Natuurlijk moet je iets doen aan je zichtprobleem. Maar ik denk dat iets doen aan je zichtprobleem gaat je dementie niet voorkomen. Dat gaat je gewoon helpen om beter te zien enzovoort. Als je gezichtprobleem een gevolg is van dementie, dan kun je er niks aan doen. Dan is dat inherent aan je hersenen. Dus 10-15% is modifieerbaar, echt modifieerbaar, maar dat is gewoon gezond leven. En de rest is speculatief. En ik weet niet goed waarom dat men daar zoveel nadruk op legt. Ja, er is sorry, ik ben niet zo optimistisch daarover. Ja, ik sluit daar een beetje bij aan. U vertelde over uw moeder in de Wingerd. Mijn moeder heeft ook een diagnose gekregen in juni. Maar ja, ik ga dus nu een beetje met een slecht gevoel naar buiten. Voor haar zal het dan, denk ik, te laat zijn. Ze is wel medicatie gestart, maar wanneer gaat u aan de medicatie beginnen? Want als het genetisch is, stel ik mezelf ook de vraag van wanneer moet ik dan starten? Als het puur genetisch is, dan moet je heel vroeg starten. Dan denk ik dat je alle redenen hebt om ik moet hier een beetje voorzichtig zijn, hè, want dus al die therapieën zijn nog experimenteel, dus je gaat die niet krijgen als je die wilt hebben, hè. Er moet eerst bewezen worden dat de neveneffecten onder controle zijn. Er moet eerst meer bewijs komen dat ze effectief zijn enzovoort. Dus, maar voor de genetische vormen kun je niet vroeg genoeg behandelen. Dan moet je zelfs overwegen van gentherapie, et cetera, die ook nog niet bestaat, die moet ontwikkeld worden. Maar dus dat voor de pure genetische vormen. Voor de gecombineerde genetische vormen, wat een grote groep is, daar, ja, wat kun je doen? Heeft u daar voor zichzelf al over nagedacht? Ja, natuurlijk. Dat u er mee van ik ben daar altijd mee bezig. Ja. Maar ik denk dat eigenlijk... ik doe onderzoek omdat ik wil dat we er iets kunnen aan doen. Ja? Dus we moeten geneesmiddelen vinden die die ziekte kunnen tegenhouden of vertragen. Dat is de bedoeling van mijn onderzoek. En dat is waarom ik al 20 of 30 jaar van mijn leven daaraan spendeer. Ik denk dat er gewoon niet genoeg onderzoek is om dat te doen. Wat ik zelf voor mijn eigen denk, is van... Ik moet gewoon verder leven. Dat is een risico van het leven, zoals je zeker bent dat je gaat sterven, zoals je zeker bent dat er een einde aan dit leven komt. Sommige mensen sterven aan kanker, sommige sterven aan neurodegeneratie. En dus, ja, je moet het aanvaarden dat het zo is, op dit ogenblik. Dat is het enige dat ik kan zeggen. En dus het andere aspect dat belangrijk is, want ik focuseer mij nu vooral op de dementie wetenschappelijk onderzoek en het voorkomen van de ziekte. Het andere aspect, en dat speelt bij mijn moeder heel erg, is de zorg. Hoe gaan we om met die patiënten?
Wat kunnen we doen zodanig ze nog een menswaardig leven hebben totdat ze sterven? En dat is een heel andere discussie. Ik ben daar niet echt volledig in thuis. Maar wat ik wel kan zeggen is dat er onvoldoende nagedacht wordt, ook door onze maatschappij, van wat doen we met die mensen, hoe kunnen we die opvangen enzovoort. En ik ga niet speciaal reclame maken, maar ik vind dat de Wingerd een vrij goede oplossing heeft gevonden om die mensen toch nog in een zekere, in een normale levenssituatie aan de gang te houden op een redelijke manier. En dus maar dat is een andere discussie. Dus dat is wat er nu moet gebeuren. We moeten aan die zorg werken en zorgen dat die mensen op een goede manier de rest van hun leven kunnen doormaken. En we moeten tegelijk investeren in wetenschappelijk onderzoek en gans dat proces van het ontwikkelen van medicatie versnellen. Want dat is uiteindelijk het enige dat echt een oplossing gaat geven. We moeten de kraan dichtdraaien. Hè. Dus als we alleen maar in zorg investeren, dan gaan we alleen maar een probleem zien verdubbelen. Dus ja, ik neem aan dat het niet zo aangenaam gehoord, maar ja, de wetenschapper zegt de waarheid. Hè. Okay. Ja, nog een laatste vraag uit het publiek. Mijn man is gestorven aan jong dementie, frontotemporale dementie, en zijn vader had Parkinson. Men heeft mij altijd gezegd dat niks te maken had. Ja. Maar blijkbaar dus wel. Ja, ik zou dat niet zomaar zeggen. Mijn zoon heeft nu... ik weet dat er voor frontotemporale dementie 50% kans is dat men het oog krijgt, de kinderen. En mijn zoon heeft nu een spastische paraparese aan zijn benen. En ik vraag me af of dat daar ook mee te maken heeft. Ik denk dat je dat niet kunt uitsluiten op basis van de genetica. Ja. Ja, als er geen vragen meer zijn... Ik denk dat wij te lang als vakgebied te lang zaken geminimaliseerd hebben. Zoals, want als ik vroeger zo van die seminaries gaf, de mensen vroegen mij ook, ja, ik heb soms problemen om namen te vinden. Oh, ik heb dat dus ook, hè. En ik weet niet meer waar mijn... ik heb zo kleine geheugenstoornissen. Is dat erg? Ga ik Alzheimer krijgen? En mijn antwoord vroeger was van... nee, ik denk dat normaal verouderen is. Je moet je geen zorgen maken enzovoort. En nu zeg ik van, dat zijn misschien vroege tekenen van verminderde hersenfunctie. En als dat traag gaat, ja, dan zul je wel doodgaan. Terwijl dat je nog normaal bent. Als dat snel gaat, dan denk je dat dat echt een teken is van een degeneratief proces in de hersenen. En ik denk dat we als maatschappij... één, we moeten een taboe daarover kwijt geraken. Dat is een ziekte zoals kanker en alle andere ernstige ziekten. We moeten daar durven over praten. We moeten onze zorgen daarover durven zeggen. We moeten daar de waarheid over onder ogen durven zien. En maatregelen nemen in functie van het lot dat op ons valt. Maar voor dementie en neurodegeneratie is dat eigenlijk een taboe. Het is eigenlijk te vergelijken met wat ik, als ik student was geneeskunde, over kanker werd er gesproken over een slepende ziekte. En werd daar ook eigenlijk niet cru over gecommuniceerd wat is. En ik denk dat we eigenlijk in onze maatschappij eraan toe zijn om neurodegeneratie en al zijn aspecten, zoals u juist gedaan heeft, van dat bespreekbaar te maken. Ik denk dat dat al veel zou helpen. En dan, tweede stap is dan van na te denken, wat doen we nu op dit ogenblik? Er zijn geen geneesmiddelen beschikbaar. Hoe vangen we die mensen op? Hoe geven de mensen die geconfronteerd worden met die ziekte, hoe kunnen we die maximaal helpen? Kunnen we die mensen goed informeren over hun situatie? Hoe gaat dat verder gaan? Wat zijn de stappen? Hoe lang heb ik nog een normaal leven te leiden? Want als de ziekte 20 jaar duurt, zijn er daar nog 10, 15 jaar van, die heel goed zijn. Hè? Het enige verschil is dan dat je dat weet dat je die ziekte hebt. Maar dat wil niet zeggen dat je niet gelukkig en goed kunt leven daar. En dat je maatregelen kunt nemen. Ik denk dat je daar keuze voor hebt, of je dat wil weten of niet. Maar het moet zeker een mogelijkheid zijn, als je dat wil weten, dat je dat te weten komt. En dan moet er daarbovenop de absolute wil zijn, zoals dat er bij AIDS is geweest, zoals het bij kanker is geweest, van dat er geneesmiddelen moeten komen. En de mensen die geconfronteerd worden met die ziekte, moeten weg van dat fatalisme en moeten de onderzoekers en de firma's en de overheden en iedereen die geld kan bewegen om dat probleem op te lossen, aanmoedigen om daar vol een bak voor te gaan. En ik denk, het is daarom dat ik die aducanumab ook vertel, want dat is voor mij ook iets van hoop. Er is heel veel fout gebeurd, maar ik herinner me, als ik dokter in de geneeskundeopleiding volgde, ik was in Parijs, en er was Le Sida, AIDS, en dan waren de berichten van een geneesmiddel, en dat geneesmiddel moesten 4 keer per dag nemen, en de patiënten leefden een paar dagen langer, maar dat was eigenlijk geen goed geneesmiddel, en ze stopten dat geneesmiddel. En ik herinner me nog
dat er een artikel was van dat de mensen naar dat bedrijf gingen en zeggen, je moet doorgaan, je kunt niet zomaar stoppen, je moet doorgaan met die geneesmiddelen, je moet verder zoeken totdat je iets beter vindt en je kunt niet zomaar stoppen. En dat is dan overgenomen door de maatschappij enzovoort. Er is enorm veel geld vrijgemaakt voor aidsonderzoek. Er zijn veel meer risico's genomen voor medicatieontwikkeling in het aidsonderzoek. En nu, 20, 30 jaar later, zitten we met een ziekte die min of meer onder controle is. Bij dementie krijg je het omgekeerde. Mensen zeggen van ja, dat is een oude dag, er is niks aan te doen. Je moet maar aan een verzorgingsinstelling gaan, het zal wel in orde komen. En die discussie watert weg. En mensen met Parkinson zeggen, ja, we zijn nog bij de gelukkigen. En de mensen met jongdementie zeggen, wij zijn in de ergste kant ziek. En dan krijg je discussie over jong Alzheimer en jong frontotemporale dementie, die dikwijls als twee verschillende ziekten gezien worden. Het zijn fundamenteel twee verschillende ziekten, maar het is ook fundamenteel hetzelfde probleem. Mensen die in de bloei van hun leven geconfronteerd worden met een ziekte die eigenlijk al hun levensverwachtingen coupeert. Dus die moeten samen optreden. Ik was in een discussie op de televisie voor een zorgbudget voor frontotemporale dementiepatiënten. Ik had daar enorm veel sympathie voor. Maar het was alleen voor de frontotemporale dementiepatiënten. Er zijn ook heel veel mensen die erfelijke Alzheimer hebben, die op hun 45 geconfronteerd worden. Dus die discussie over dat zorgbudget met de minister van Volksgezondheid moet gaan over gans die groep. En moet passen ook in de groter politiek plan, strategisch plan. Wat doe je met die jongdementie, die hun specifieke problemen hebben, familie enzovoort, wat gaan we daarmee doen? Maar dan moet je ook tegelijk denken, wat gaan we dan doen met de ouderen? Vanaf welke leeftijd kunnen we dat opvangen met de ouderenzorg? Hoe mengt zich dat daarmee? Dus er is heel veel werk rond te doen. En dus ik weet dat de harde woorden misschien wat pessimistisch klinken. Ik ben niet pessimistisch, maar ik probeer wel de waarheid onder ogen te zien. En ik denk dat dat een goede start is om een verbetering te brengen. Dat is eigenlijk wat ik denk. Ja, hartelijk dank nogmaals. Een warm applaus voor uw lezing. En ik nodig... Ja.